De Moseltaalbrücke karakteriseert het stadsbeeld van Dieplich. Met een lengte van bijna 1 kilometer, een breedte van ruim 30 meter en 136 meter hoogte was de brug in het bouwjaar 1972 Europa's hoogste snelwegbrug. Gedocumenteerd is Dieplich voor het eerst in 900 na Christus. Enkele historische huizen getuigen nog van vervlogen tijden. De parochiekerk van Dieplich beschikt over een kostbaar, onder monumenten zorgvallend Breidenfeldorgel uit 1854. Dankzij bewaard gebleven historische bronnen kon het orgel door orgelbouwers weer in de oorspronkelijke staat worden gerestaureerd en klinkt dit weer als een klok.